Oké, dus wat er gevraagd is, ik ben met twee vrienden naar het MAS gegaan. Toen dat nog kon met twee, maar ach ja. En zij waren of niet, eentje was er nog nooit geweest en eentje was al heel erg lang geleden volgens mij dat hij was geweest. Dus, en was eigenlijk bijna als, dus voor beide was het eigenlijk bijna een compleet nieuwe ervaring. Nou, wat zij van het museum vonden was wel interessant. Ik weet, eentje vond bijvoorbeeld, zei toen ik vroeg van, nou, de rand van, nou, wat vond je het beste ervan? Vond het hele museum, zei hij, het gebouw. Hij zei, het is een heel mooi gebouw. Het zit goed in elkaar en zo. En sommige van de onderdelen waren inderdaad heel erg interessant, maar hij miste voornamelijk een samenhang erin. En dat zei hij van, ja, wat heeft het allemaal met elkaar te maken? Ik zei, nou ja, het heeft allemaal iets met Antwerpen te maken, van de wereld in Antwerpen en Antwerpen in de wereld. Maar ja, hij zag dat niet echt helemaal. Het was ook bijvoorbeeld, zei hij van, er waren niet echt een uitgelicht topstuk of zo. Omdat alles natuurlijk apart is, hebben ze niet echt van, oké, dit is het topstuk van het MAS waar je naar moet kijken. En ja, dat is wel van als je dat zo hoort van iemand van, oh ja, zo had ik er niet eens over gedacht. En het is wel, klopt wel, omdat het eigenlijk allemaal apart met compleet andere thema's zijn, is het wel van dat dat niet echt een groot topstuk is. Kijk, niet, is niet zoals andere musea van, kijk, die hebben wel allemaal verschillende thema's, maar het zijn allemaal schilderijen. Nee, dit is allemaal compleet verschillend. Het is niet eens allemaal schilderijen of allemaal dit of allemaal dat. Nee, het is allemaal. Elk thema heeft iets, elke vloer heeft iets compleet anders. En daar hadden zij het dus over van dat dat wel interessant kan zijn, maar voornamelijk voor op één dag of één middag was het behoorlijk zwaar, vonden ze. En dat heb ik ook al meer gehoord, dat je het beter het MAS kan bekijken in 2 dagen of 3 dagen. En dat op één dag het nogal veel is, blijkbaar. Dat was wel heel interessant om dat van hen te horen. Wat ik ook merkte van, gingen zo de vloeren af. En hoe hoger we kwamen, hoe minder geïnteresseerd ze werden. Ze werden moe, het was te veel. En ik weet niet eens meer, hebben wij de laatste verdieping gehad? Ik denk het niet. Over de goudschatten in Zuid-Amerika. Ik denk niet dat we die hebben gehad. Volgens mij hebben ze geskipt naar uiteindelijk gewoon naar het dak. Of misschien zijn we echt heel snel doorheen gewandeld, maar je kon merken dat het voor hen te veel was, het hele museum. Ja, en wat ze ook hadden, bijvoorbeeld eentje die, ja, die was wel, want eentje die ging eigenlijk bijna nooit naar museums, de ander ging wel vaker naar museums. Maar wat ook degene die vaker naar museums ging, zei, was dat, ja, hij was meer iemand die naar kunst ging kijken. Dus als er kunst hing, vond hij het heel interessant. Maar als er bijvoorbeeld dan, bijvoorbeeld in het midden heb je over Antwerpen stad, met waar allemaal andere dingen staan over ja, Antwerpen zelf als markt en dingen, maar ook over de jaren heen en voedsel. Hij vond dat totaal niet interessant. En dat is wel inderdaad iets van, het MAS heeft zoveel aspecten dat je niet alles, misschien niet alles leuk kan vinden. Je kan alles leuk vinden, maar heel veel mensen hebben van, oké, dit soort museums wil ik graag zijn.
En ja, dat heb je niet. Je hebt bijvoorbeeld inderdaad van een kunstmuseum, dat is er niet echt. Een cultureel museum eerder. En ja, hij viel nog eerder weg dan degene die eigenlijk bijna nooit musea bezocht. En ja, heel interessant. Je gaat zo ook wel anders naar het NAS kijken. Kijk, ik had nog steeds het naar mijn zin, want ik vind het ook gewoon leuk om mensen rond te leiden en zo. Maar ja, die twee maten van mij vonden het uiteindelijk wel een leuke trip. En ze vonden het uiteindelijk nog wel gewoon leuk dat we gegaan waren. Maar ze hadden wel een daad van, ja, na de eerste helft was het genoeg geweest voor mij. Vonden het even leuk om nog helemaal naar boven te gaan en vanuit het dak te kijken. Maar al die zalen had voor hen niet gehoeven. En het valt op dat toch een commentaar is dat ik ook toen ik daar stage liep meer heb gehoord. Dat het eigenlijk te veel is, te groot is, te lang. En te veel verschillende dingen. En ja, het was een interessante experience, zal ik het zo maar noemen. En ja, ik weet ook niet hoe het MAS dat zou kunnen veranderen. Want ja, dat is gewoon ook hun stijl, dat elke vloer anders is. Daarom kan die ene vloer ook elk jaar eigenlijk compleet veranderen. En ja, ik zou ook niet weten hoe dat dus zou moeten anders zijn, of dat ze dat ook zelfs zou moeten. Het is gewoon een bijzonder museum. En het is duidelijk dat dat niet voor iedereen is. Van als je gewoon puur een kunstliefhebber bent, dan is het misschien inderdaad gewoon niet het museum voor jou. Als je niks met Antwerpen hebt, zal je misschien een paar leuke dingen zien, maar ook zijn er dan gewoon een paar afdelingen die gewoon totaal niks voor jou zijn. En wat het misschien het beste zou zijn, is dat ze in plaats van K-tickets voor het hele museum, misschien ook eens een keer van oké, je kan drie zalen bezoeken. En eigenlijk, dit zijn de verschillende zalen. Pak degene die jij interessant vindt. En dan heb je dat. En dan voor een goedkopere prijs kan je dan inderdaad gewoon maar een paar zalen bezoeken. En zo zouden mensen dus ook over verschillende dagen naar het MAS kunnen gaan. En hun laten weten wat ze wel niet goed eraan vinden. Dus ja, want alsnog, het meestal van. Als het eerste antwoord is dat je krijgt van wat vond je er goed aan, dat het een mooi gebouw is, ja, dat is natuurlijk goed voor de architect. En het is ook een mooi gebouw. Maar dat is een beetje slecht over de inhoud van het museum zelf, natuurlijk. Ja. Dat is eigenlijk, ja, dat was hun mening. En wat ik er dan ook van deze visite met andere mensen er zelf van heb meegenomen. Interessante ervaring. Want meestal was ik gegaan met QQ-mensen. Of mensen die ook in dat soort museums heel erg geïnteresseerd zijn. En dit was dan een heel andere experience. Gewoon om met twee vrienden te gaan die eigenlijk waarvoor het niet bedoeld was. En inderdaad hun commentaar ervan te zien. En dan zie je van oké, ja. Dat zijn inderdaad dingen die het MAS nog zou kunnen verbeteren. En dan ga je inderdaad nadenken van, oh, hoe zou je dat kunnen verbeteren? Dus ja, interessante experience, zeker.